mensen allemaal. Met uw goedvinden, sire, trap ik even een open deur van dit paleis in om nog één keer te zeggen: de wereld verandert. Ze verandert naar een behoorlijk snel tempo en de veranderingen zijn erg divers. Digitalisering en technologische innovatie hebben een sterke impact, maar ook nood aan duurzaamheid, de klimaatzaak en circulaire economie zijn belangrijke drivers of change. En wij worden met z'n allen uitgedaagd om zo goed mogelijk om te gaan met die veranderingen, om van die veranderingen verbeteringen te maken. Voor onszelf, voor onze omgeving, ons land, voor een betere wereld. Met de studie Be the Change onderzocht Agoria de concrete impact van de digitalisering op de Belgische arbeidsmarkt. En om maar even aan te geven hoe groot de uitdagingen zijn die voor ons liggen. Van 4,5 miljoen professionals wordt verwacht dat zij hun digitale competenties op niveau krijgen en houden. Tegen 2030 hebben meer dan 300.000 mensen nood aan omscholing naar een nieuwe job, omdat hun huidig profiel niet langer gevraagd zal zijn. En daarnaast zoeken we tegen 2030 nog meer dan 500.000 extra mensen met de juiste bagage om onze economie op volle toeren te laten draaien. Zelfs met een heel leger robots komen we nog mensen tekort. We hebben het dus over grote aantallen aan de ene kant en de juiste competenties aan de andere kant. Om aan die hoge verwachtingen te voldoen, om genoeg mensen te vinden en ze sterk opgeleid te krijgen, kijken we heel indringend naar onderwijs en opleiders. Terecht, want ons onderwijs is sterk onderwijs met juiste fundamenten en dus een absolute hoofdrolspeler in dit verhaal. Maar we blijven attent en realistisch. We kunnen niet constant meer vragen van onderwijs. We kunnen niet alsmaar nieuwe technologieën aan een steeds hoger tempo in curricula pompen. We willen leraren het comfort geven om innovatie te kunnen ontdekken en in netwerken terecht laten komen waar kennisdeling centraal staat. Op die manier wordt bredere kennis bereikbaar en inzetbaar voor onderwijs. Duaal leren is een sterk voorbeeld van hoe onderwijs en de bedrijfswereld samen op snelle veranderingen kunnen inspelen en inspirerende leeromgeving kunnen creëren. De getuigenissen die we vandaag samen hebben beleefd, tonen aan dat duaal een juiste weg is. Maar de baseline van dit symposium zou niet zijn duaal leren en beyond, als we er vandaag al volledig zouden staan. Die beyond houdt volgens mij twee uitdagingen in. Verder gaan met duaal leren en verder gaan dan duaal leren alleen. Eerste uitdaging, verder gaan met duaal leren. We hebben nood aan meer school, meer bedrijven, meer leerlingen. Duaal leren moet exploderen, boem, patat, in alle richtingen. En dus moet duaal leren massaal worden aangeboden, zowel op niveau van secundair als hoger onderwijs en volwassen onderwijs. Een duale opleiding in het secundair onderwijs levert vaak een gegeerd ticket voor de arbeidsmarkt op. Maar het zou minstens even vaak kunnen leiden naar een vervolgtraject in het hoger onderwijs. Duaal leren mag niet alleen gelinkt worden aan technische of beroepsopleiding, maar veel meer aan die drivers of change waar ik bij het begin van dit verhaal even over sprak. Van technisch naar technologisch en digitaal duaal. En de associatie tussen duaal leren en de onderzijde van de waterval moet dringend doorbroken worden. Pour la petite histoire, Agoria recruteert op dit moment business analyst. We hebben behoorlijk wat kandidaten binnengekregen, waaronder twee kandidaten van jongeren die het master en alternatief.
massale cijfers aan het begin van mijn verhaal over het up-to-date houden van competenties. Wij hebben als bedrijfswereld daar de pedagogische specialisatie van onderwijs en vormers absoluut ook voor nodig. En we geven graag innovatieve kennis en praktijken in ruil. En jullie jongeren zijn als het ware de crème fraîche daartussenin. Jullie geven smaak aan dit verhaal. Ik probeerde een boodschap